Want ik heb veel ondergoed weg te geven, want voor jongen heb ik nooit gedeugd. Maar ik heb nog wel wat 7 onderbroeken ingepakt van het merk van Calvin Klein. Wie ze hebben wil, die mag ze komen halen. Ach, je mag je piemel niet te piepklein zijn. Voor mijn ouders is het spijtig, want ze hadden zo gehoopt en zagen echt een zoon in mij. Maar ze moeten niet gaan zeuren en gaan zagen, want ze krijgen er wel dra een dokter bij. En de leraar die mij altijd wat te dreigen, jongen, jij komt nog op het verkeerde pad. Kan tevreden zijn, maar hij zou beter zwijgen, want zijn vrouw is er vandoor met een mulat. Dat heet dan transgender zijn, een scheur die plots open gaat. Dat heet dan transgender zijn, waardoor je weer open gaat. Dat maakt je fit en sportief en gezond. Dat heet dan transgender zijn. Gunther, zijn nog? Ja. Is het een beetje leuk allemaal? Nee, ik kan ook. Ik heb ook nog een nummer over de Ramadan, wanneer over de vluchtelingen, sorry. I get a cedar in my garden, he's sitting in his tent. So the early next morning, to his tent I went. I rode upon it. Return to Syria. Go, go, go. Return to Syria. I called Theo. Ik heb ook een pedofiele met die, dat die kinderen niet zijn, denk ik eraan, dus... In een hik en nonnetjes, morgens in de vroegte. Stap bisschop van Gielewe, lekker zijn de Jos. Oei, zei de bisschop, sorry zuster Naart. Nu dacht ik echt dat jij een misdienaartje waard. En nog eentje van misdienaars. Ik werd zo waanzinnig gepijpt. Was in de paal, in de pastorij. De bisschop riep, hou je van mij? Ja, ik voelde Jezus in mij. Volgende week zelf meemaakt in de kerk van Wezen. Dus ik ben op misdienaar geweest, dames en heren. De kerk van Wezen zegt wel, hè. Als je kunt bewijzen dat je misbruikt geweest bent, krijg je 7000 euro van het Vaticaan. Hè. Echt waar? Vorige week is de pastoor van Wezen bij mij geweest met 10.000 euro. Ik zeg, dat was toch maar 7000, maar zegt eraf, komt je broek nog een graf. Ja. Ik heb het volgende nummer overgeschreven. Je vraagt of ik zin heb in een banaan. Het is 11 uur 's morgens, de mis is gedaan. Je neemt me mee naar de pastorij, waar niemand ons hoort en niemand ons stoort op de vloer. Wege hosties en wijn en kledingstukken die van misdienaars kunnen zijn. Een schemering, de radio zacht en plots toen zag ik jouw geslacht. Het was een lul die je normaal alleen bij paarden ziet. Het is een lul waarmee je zomaar tot de hemel schiet. Het is een lul waarvan ik dacht, oh God, wat heb je daar nou aan? Want ik zag, je was een Afrikaan. Twee oudjes op het strand, we lezen modebladen. Op de straat, ik ging ze omver. Ik heb ook nog een nummer, dames en heren, over de Ramadan. Het is nu tijd voor de Ramadan dan. Het is nu tijd voor de Ramadan dan. Ramadan dan, Ramadan dan. Nee, dat ga ik niet doen, dus dat heb ik nog allemaal. Dus mijn verzoek nummer. Ja, meneer, mensen van hier nog mogen nu buiten gaan, dus dat is echt krapul, hè? Dus we gaan lopen, dat is niet te geloven, hè? Dus, toch wel wat gedronken, denk ik, hè? Dus hij werkt met de Gunther of zo. Ja, psycholoog, psycholoog. Ja, dat dacht ik al, hè? Je zegt, een gevolgde psycholoog, of een psycholoog, wat is het? Alle twee. Jij leven als een psycholoog. Ah, komt de huid tussen, meneer? Je met een trui op zijn rug altijd te wantrouwen. Dat is ook een man. Moet dan brillen op haar kop zetten, leuk, hè? Dat is helemaal hip, hè? Als een mannen met een bril op hun kop komen meestal van het toilet in de bril zijn nog omhoog. Dus, ja, Gunther, hoe lang zou het samen met je vriendin? Waar zit er, Gunther? 5? Vijf, dat is niet lang, hè? Ja, bij wie stond er nu te voetballen? Dat staat er bij een ander al zeker. Dat liep me op. Nee, dat gaat niet te veel weg. Dat gaat nog schieten, normaal.
Nee, maar eeuwige trouw, dat is toch moeilijk. Ik vind dat even trouw. Ik vind dat het huwelijk moet iets komen eigenlijk als de wettelijke zijn, dat je maar 1/3 van de straf moet uitzien. Nee?